Waarom Burton? Kennelijk is er iets aan de hand met ons onderwijssysteem. Dat onderwijssysteem is gericht op de zesjes en de zeventjes cultuur. Op mensen die prima hun huiswerk doen, hun tentametjes halen. Maar ergens vallen die hoogbegaafden over de rand. Die studeren niet af. Dat zijn drop-outs. En dat is natuurlijk curieus. Je zou zeggen hoogbegaafden, die gaan met twee vingers in de neus, gaan die cum laude afstuderen. Dat gebeurt dus niet. Die passen niet in ons systeem. En daar moet een antwoord op komen. Want als nou 60% van de hoogbegaafden zijn school niet afmaakt, moet je even nagaan wat een ongelooflijk maatschappelijk verlies je dan eigenlijk boekt. Nee, daar moet een antwoord op komen. De universiteiten kunnen dat in hun grootschaligheid niet. Een klein instituut als Burton zou dat wel kunnen zijn. En wat is er dan belangrijk aan een opleiding? Hoe zorg je dat je tot je recht komt als je hoogbegaafd bent? Kijk, ik kan niet overoordelen, ik ben het zelf niet. Maar het is denk ik dat je individualiteit ontwikkeld wordt. Dat je leraren hebt die in ieder geval jouw intellectueel niveau kunnen bijhouden. Dat is ook wel aardig. Dat je van meer dan de simpele klassikale dingen iets leert die je ook in boekjes kan leren. Want als je hoogbegaafd bent, dan blader je even door zo'n boek, dan weet je het wel. Maar dat je eigenlijk hele andere vaardigheden ontwikkelt die ook een beetje geschikt maken voor de burgermaatschappij. Dus ondanks het enorme IQ moet je natuurlijk iedere keer 60 puntjes afzakken om met gewone mensen te kunnen omgaan. Nou, dan leer je Burton.